Hallo allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van Sparkles of Make-up. Het is alweer een heel tijdje geleden dat ik echt nog een extra video voor jullie heb opgenomen. Ik heb wel iedere dag gevlogd natuurlijk, zoals jullie op mijn YouTube kanaal konden zien. Maar een echte extra video, dat is er al eventjes niet meer van gekomen. Maar ik ben blij dat ik heb meegedaan aan de Project Ben. Of ja, ik doe nog altijd mee, want het loopt tot 24 december. Dus ik ben blij dat ik meedoe aan die Project Ben, want op die manier ben ik verplicht de 24e altijd deze video te posten. En dat gaan we vandaag dus ook weer doen, vandaar deze video. Ik ga jullie een eerste update geven, want vorige keer in het eerste videootje van de Project Ben heb ik jullie de producten laten zien die ik heb uitgekozen en die ik ga proberen op te maken of waarvan ik de pen van ga proberen te raken. Maar nu ga ik dus effectief een eerste update geven van hoe het met die producten staat. Heb ik al iets opgemaakt? Wat vind ik van de producten? Is er al veel uit? Vordert het goed? Dat soort dingen ga ik vandaag allemaal met jullie delen. Dus blijf zeker vast kijken. Laten we maar meteen beginnen met het slechte nieuws. En dat is dat de reinigingsproducten die ik had uitgekozen, dat die eigenlijk niet zo heel goed gaan. Dit is het micellaire water van Yves Rocher. Die zat helemaal vol toen ik begon aan de Project Ben. En nu is er, zoals jullie kunnen zien, wel een deel uit. Maar op zich niet echt heel, heel veel. Nu, deze gebruik ik nog wel regelmatig op zich. Dus die zou ik misschien nog wel kunnen opmaken als ik die nu effectief dagelijks ga gebruiken. Tegen kerstmis, dus deze is misschien nog haalbaar, maar ik ga wel in ieder geval blij zijn als hem op is, want ja, echt helemaal geweldig vind ik die niet. Ik heb het gevoel dat die vrij agressief is, in de zin van, ja, het voelt niet goed, mijn huid voelt gewoon niet goed na het reinigen. Niet dat ik echt irritaties krijg, maar het is toch niet het gevoel wat ik verwacht na het reinigen van mijn gezicht. Ik kan het echt niet goed omschrijven, maar deze vind ik op dit moment niet zo heel erg leuk. En het andere reinigingsproduct was dit van Nivea en dat is de Cream Care Reinigingscreme. Cream Care Reinigingscreme? Cream Care Reinigingscreme dus. En hier zit 150 milliliter in. Ik kan natuurlijk niet zien hoeveel er al precies uit is en dat soort dingen. Hij weegt wel ietsjes lichter, dat wel. Maar ik moet eerlijk toegeven, ik heb hem dus nog echt niet zo heel vaak gebruikt. Dus ik betwijfel of hem gaat opgeraken tegen kerstmis. Maar ik doe natuurlijk mijn uiterste best. En dat vind ik wel althans een heel goed product. Dus daar lig je in ieder geval niet aan. Het volgende product, dat is deze body butter of body cream. Wat is het? Even kijken. Body cream, ja, van Rituals, van de Karma collectie. Een hele leuke verpakking allereerst. Muntgroen met dat brons hemels. En de geur is ook echt fantastisch. Echt een typische femke geur. Heel fris. Echt, ik ben dol op de geur. Wie mijn vorige video, wie de startvideo gezien heeft, die weet dat, dat ik nog zo'n pot had van Rituals. Uit een andere limited edition collectie van 2 jaar geleden of zo, denk ik. Of misschien wel langer. En die had ik hier en daar eens een paar keer aangeraakt. 1 of 2 keer zeker en vast niet meer. En uiteindelijk is deze vervallen en was dat een vrij harde substantie geworden. Niet mega hard natuurlijk, maar je merkt het verschil in de substantie wat hier nu vers in zit en wat daarin zat. En dat wou ik dus niet opnieuw laten gebeuren met deze. En ik gebruik hem niet dagelijks, zeker en vast niet, maar toch zeker 1 keer in de week. En je ziet toch wel dat er al heel wat product uit is. Dus daar ben ik heel erg blij om. Ik ga gewoon verder smeren en hopelijk lukt het dan binnen de termijn en is ze met kerstmis op, want dan zullen er wel nieuwe kerstgeuren uitkomen en die ga ik waarschijnlijk ook wel hebben. Dan zijn we nu aangekomen bij de make-up producten. Ik heb inderdaad 3 non-make-up producten en de andere 7 producten zijn allemaal make-up. Waarom ook niet? Het eerste product is deze nagellak van e.l.f. En ik heb de indruk, ik gebruik hem echt wekelijks 1 tot 2 keer.
En ik heb toch wel de indruk dat hij aan het liggen is. Dus dat is op zich goed. Ik weet natuurlijk niet hoe hard hij gaat. Maar ja, weet je, we zullen wel zien. En ja, voorlopig, ik ga ook niet onnodig mijn nagellak daar afhalen. Als het natuurlijk niet nodig is. Ik kijk gewoon tot waar we komen. En moest hij tegen dan in de helft zitten, dus tegen ja, kerstmis, dan is het nog niet zo'n ramp. Want ik vind het echt. Ik gebruikte hem in het begin helemaal niet zoveel, omdat ik niet zo zot was op de kleur. Maar sinds die rose golden kleur helemaal een hype is, ben ik er ook absoluut verliefd op. Mijn horloge is rose golden, of ja, dat stuk toch. Mijn dingen is rose golden, mijn ketting. Mijn verlovingsring is rose golden, dus ja, het zit er overal in. En die kleur die past daar echt perfect bij. Het is precies alsof mijn nagels iedere keer afgestemd zijn op mijn juwelen. Of omgekeerd. Maar ja, dat is echt gewoon toeval. En ja, ik heb deze daarom ook niet per se gekozen. Het was gewoon een lakje wat klein was. Wat misschien wel haalbaar was om op te maken. Dus ja, vandaar. Maar deze gaat ook wel vrij goed dus. Het volgende product is mijn foundation. En dat is de MAC Mineralize Moisture SPF 15 Foundation. En ik heb de kleur NW20. Maar je hebt natuurlijk heel veel verschillende kleuren daarin. Deze gebruik ik dagelijks, dus dat is op zich goed. Ik weet niet hoe lang ik ga rondkomen met deze nog. Maar ik denk dat die tegen kerstmis toch zeker en vast wel op is. En dat is een hele fijne foundation, dus ja. Dan had ik drie concealers uitgekozen die ik beschouwde als één item. En dat waren deze drie concealers. Deze van NYX, dat is de HD concealer. Deze gebruik ik dagelijks onder mijn ogen en die werkt echt super super fijn. Hele goede highlighter slash concealer. Want ja, hij is toch wel een kleur lichter dan dat ik ja, van foundation heb. Dus ja, deze gebruik ik dagelijks en ik denk ook wel dat deze op gaat gaan tegen kerstmis. Dan heb ik nog deze Maybelline 24-hour concealer. Deze is echt bijna op, want ik zie hier op dit punt van onder al ja, het doorzichtige, dus dat het daar leeg is. Deze is echt bijna op. Deze gebruik ik nu op puistjes en dat soort dingen. Ik had hem hier beter ook eventjes opnieuw gesmeerd. Maar ja, die gebruik ik dus voor puistjes en dat soort dingen, omdat die iets donkerder is van kleur. Dus dat past beter bij ja, de rest van de huid dan. Die is bijna op. En dan heb ik deze concealer nog. Deze, want dat is de highlight van Elf. En deze is op. Je ziet het niet, omdat hem vrijwel nog plakt tegen de dingen. Tegen de rand, aan de binnenkant dan. Maar hij is effectief wel op. Ik gebruikte die ook onder mijn ogen. Maar ja, nu krijg ik er echt gewoon niks meer uit. Dus hij is effectief op. Heel erg blij mee. Nu, ik heb ook een klein beetje vals gespeeld in de zin van. Hij was ook al redelijk leeg toen ik hem ging gebruiken voor die Project Pen. Dus, maar deze is op. Dan heb ik een lipstick uitgekozen en dat is deze van Caraya. En dat is even kijken, de kleur 6 Comfort. En deze is, ja, gebruik ik ook dagelijks. Is toch al vrij goed geminderd, moet ik zeggen. En ja, die zie ik ook echt nog wel opgeraken tegen kerstmis. Want ja, iedere ochtend. Ja, een veegje lipstick over mijn lippen. En dat gaat goed, moet ik zeggen. Vele mensen verklaarden mij zot toen ik een sleek palet in deze Project Pen stopte. Maar nogmaals voor de duidelijkheid: ik ga dat heel palet natuurlijk niet opmaken tegen eind december, tegen 24 december. Nee, ik ga één kleurtje, misschien als het lukt en toevallig is, twee kleurtjes opmaken. Maar mijn doel is één kleur van die. Wat is het, 12 kleuren op te maken. En ik moet zeggen, het gaat goed. Het gaat eigenlijk heel erg goed. Ik ben bezig, of ja, deze kleur gebruik ik echt dagelijks. En dan doe ik er een andere kleur, deze, deze of deze. Soms ook een van deze twee eroverheen. En ja, deze kleur gaat echt super, super goed. Hier zie je ook al een beetje een holling erin. Maar hier, ik denk op camera niet zo. Maar in het echt zie je echt goed een holle kant. Ik weet niet of ik het kan laten zien.
Maar in ieder geval, ja, deze gaat echt supergoed. En ik ben er bijna 100% zeker van dat volgende maand of de maand daarna misschien, dat hij dan al wel de pen heeft geraakt. Dus ik ben benieuwd. En het zou natuurlijk ook fijn zijn moest deze of deze kleur ook nog de pen geraakt worden. Maar ja, dat is geen must. Als ik één kleurtje al maar de pen van heb geraakt, dan zou het fijn zijn. En trouwens, heel toevallig, deze kleur heb ik ontdekt dat echt gewoon de perfecte overgangskleur is voor mijn ogen. Dus dat is ook nog eens mooi meegenomen, want ik heb deze kleur nog in een ander palet zitten. Dus geen probleem als deze opgeraakt. Dus helemaal top. Een product waar ik ook heel veel gekke reacties op heb gekregen is het NARS product. Ik ga inderdaad een NARS product opmaken, of ja, toch de pen ervan proberen te raken. Dit is de NARS New Order en dat is een soort van highlighter. Ik gebruik hem in ieder geval als highlighter, maar ja, nogmaals, het was eerder een miskoop, dus ik ben er niet echt heel fan van. Hij heeft ook veel te grove glitters, wat helemaal niet mooi is. En ja, de kleur is zo licht roze, paarsachtig. Dat is gewoon niet mijn ding. Maar ik gebruik hem nu wel iedere dag om natuurlijk die pen te raken. En dan kan hij weer terug gewoon de stashen waarschijnlijk. Want ja, ik kan hem echt gewoon niet meer opnieuw gebruiken na kerstmis. Maar ja, hij gaat echt wel goed. Ik gebruik deze ook iedere dag. Hij ligt nu in mijn everyday bakje, zal ik maar zeggen. En ja, iedere dag als ik naar het werk ga. En het weekend durf ik soms wel eens af te wisselen van highlighter. Maar ja, als ik naar het werk ga, draag ik altijd deze. En je ziet hier op zich nog niet heel veel holling in. Dus op zich, ja, dat is wel een beetje demotiverend. Maar ja, ik ga gewoon mijn best blijven doen. En wie weet, ja, binnenkort verschijnt er dan toch de pen. Ik hoop het, het zou fijn zijn. Maar ja, we zien wel natuurlijk. En dan het laatste product, dat is deze blush, de Frat Boy van The Balm. En dat is deze blush. Heel mooi kleurtje blush. Ook deze draag ik nu iedere dag. Ik heb die van mijn zus gekregen. En ja, nu is in Argentinië, dus dit nog een specialere blush. Want nu ja, denk ik gewoon iedere dag als ik mij aan het opmaken ben aan haar. Dus dat is wel leuk. Zoals ik net al zei, als ik naar het werk ga, gebruik ik deze sowieso iedere dag. En ik vind hem echt zo mooi dat ik hem meestal ook wel in het weekend draag. Dus deze blush gaat echt heel goed. Hier zie je wel een holling in. Ik zal eens even kijken of ik dat kan laten zien op camera. Hier zie je het echt wel duidelijk dat er een holling in zit. Dus ja, ik denk wel dat ik hiervan de pen ga raken. Misschien al wel eerder dan met kerstmis. Maar ja, dat lijkt me echt super, super tof. Dus ik ben benieuwd. Zo, en dan was dit de eerste update. Heel erg bedankt voor het kijken van deze video. Vergeet natuurlijk geen duimpje omhoog te doen als jullie deze video leuk vonden. Of een reactie achter te laten hier in de comments. En ja, als je het nog niet gedaan hebt, abonneer dan ook zeker even op mijn YouTube-kanaal. Op die manier blijven jullie op de hoogte van de laatste nieuwe video's. En ik vlog iedere dag, dus iedere dag komt er sowieso een video online. Ik wil ook even vermelden, voordat ik ga afsluiten, dat ik natuurlijk niet alleen ben met deze project pen. Integendeel, ik heb hem ook helemaal niet zelf bedacht. Ik zet alle namen van dan deelnemers hieronder in de videobeschrijving nog eens. En in de blogpost, als jullie het via mijn blog kijken. Dus dan kunnen jullie ook zien hoe het met de anderen gaat, met de andere dames, hun producten. Dus zeker om wat te doen. En dan nogmaals bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer weer. Dag!